tegenwoordig van het kunst. Dus nou heb ik. Kijk, ik zie al dat ik toevallig zo wel allerlei stof heb gekocht die wel mensen behalve deze oranje. Ik dacht van. Dat is dan. Dan denk ik, oh ja, nou is het iets anders. Abstract en heel hedendaags, zeg maar. Ja, daarmee definieer jezelf in ieder geval ten opzichte bijvoorbeeld van de bloemenschilders of van ik ken ook nog iemand. Laat je meteen merken van nee, daar sta ik dus niet, zeg maar. Dus je probeert wel die discussie misschien ook uit te sluiten. Als we met schilderkunst te maken hebben, zeg maar, kleur en compositie, maar vooral licht, zeg maar, hè, omdat over die stof, ja. Het is ook wel even donker het geel, maar omdat het licht hier anders valt, wordt het helemaal, ligt het hier helemaal op. Je krijgt een soort totaal spel met licht. Ik maak niet iedere dag werk en dat ook dat heeft denk ik heeft met twee dingen te maken. Zo, dat is enerzijds is dat karakter. Ik ben gewoon niet iemand die 7 dagen per week helemaal in zijn eentje aan het werk kan zijn. Soms bijvoorbeeld zie ik daar veel stof of hier heb ik zo dingen liggen. Ja, soms dan ben ik bezig en dan zoek ik naar een soort sfeer en dan weet ik veel. Dan begin ik bijvoorbeeld met zo'n kleur. Ja, dan ga ik die neerleggen en dan ga ik andere kleuren erbij zoeken, dan denk ik, oh ja, ik kan ongeveer in zo'n soort reeks gaan werken. Deadlines zijn wel heel fijn, vind ik. Dat je, de afwisseling zeg maar, tussen deadlines en geen deadlines, dat is eigenlijk fijn. Zeg maar soms, het is fijn om soms een periode geen deadlines te hebben, zodat je inderdaad ook echt gewoon kunt experimenteren, kunt doen en veel langere tijd kunt zitten en kunt nadenken of een beetje zo in een soort van, weet ik veel, ik zit hier ook heel vaak zo half een dutje te doen of gewoon een beetje zo ben met het ding of zo. Ergens die economische status van kunst is of van een expositie is of van en dat deel is van wat daar bij die kunst hoort, zeg maar, een soort zichtbaarheid naar andere mensen op plekken. En dus je weet dat moment in dat atelier dat zich vertaald naar een ander moment. En ja, als je dat. Het zou een soort valse romantiek zijn dat ik aan het kennen zeg, maar dat zo zou zijn. Iedereen weet dat. Zelfs de meest vervente kluizenaar die dat helemaal geheim houdt, die weet dat kluizenaarschap alleen maar kan bestaan bij een soort overtollige zichtbaarheid van andere dingen. En dat in die relatie, in de totale zichtbaarheid, dat hij zich daar onzichtbaar in maakt. Maar dat alleen maar bij die relatie bestaat. Zoals kunstenaars die nu constant aan het museum ontsnappen, zeg maar, dat alleen maar kunnen doen bij de status van het museum. Ik kan aan een paar werken denken, dan denk ik, oh ja, die staan nu al 3 jaar en ben niet aangewezen. Ik heb ook niet de neiging om daar aan te komen. Dat is ook heel, want ik denk, oh ja, daar komt nog net zo makkelijk aan. Het merendeel komt nog steeds makkelijker aan. Ja. Ja, dat is wat ik probeer te beschrijven, dat is niet een pure intuïtie of een pure subjectiviteit of zo. Dat is iets wat voortkomt uit al die dingen die je daarvoor gedaan hebt en wat je gemaakt hebt, wat je weet, wat je gelezen hebt, waar je mee bezig bent. En die combinatie die zorgt dat je op dat moment die keuze maakt, zeg maar. Hoe ben ik naar de markt geweest? En dat ging ik met een vrouw en heb ik wat nou gekocht, een schuimbrug. En ik dacht van, super mooi. Ooit had ik daar eens een keer iets mee gedaan. En ik dacht van, ja, zei ik, die schuimbrug hebben ze een hele mooie kleur. Dus nu had ik al, kijk, als je zo gewoon een vlak schuimbrug, dus het is even een beetje geel geworden, ja, de zon of zo. Dus heb je ook al een soort dingen in of zo. Ja, hartstikke mooi. Kun je er precies wat mee doen.